precies. Want we gaan even naar het café. Ik heb ook een droge bek van hier tot, nou, Café de Wereld om precies te zijn. Ja, het filmfestival in Rotterdam is weer begonnen. Ja joh, hartstikke spannend. Oh, draait er een film dan waar jij in zit? Ik had het over de jurk die ik ga aantrekken. Oh. Weet je wat er bij mij gewoon weg niet in wil? Nou, een wit 2,5 zitsbankje. Nee, natuurlijk niet. Dat ook niet. Maar dat iemand op deze planeet zoveel massa heeft. Die Linda de Mol. Dat zo'n wicht een filmscenario schrijft. En dat zo'n pussyalbum-fantasietje ook nog verfilmd gaat worden. Met John Collins notabene. Ah. Nou ja, jij legt Katja Schuurman in bed met iemand die niemand kent. Ja. Ene Pierre Bokma. Het was een mooi bed trouwens. Eerlijke materialen. Ja, en dat ze ook nog eens toevallig de hoofdrol heeft gekregen. Dan moet je toch eerst die naar je huis voor pijpen. Klein adviesje, niet aan Linda de Mol komen. Ja. Liever nog iets lelijks over Anne Frank. Dan zeggen ze, die gekke Theo... Maar brand je fikker niet aan Linda. Ach man, ze kan toch ook niet acteren? Die ene gezichtsuitdrukking, kijk mij eens geheel onbaatzuchtig blij zijn voor iemand anders, is inmiddels ook nog weggebotocht. Hé hey, Toosje, jij deed het toch met een neger, toch? Een Afro-Amerikaan, ja. Wat dan? En, is het waar? Klopt het wat ze over negers zeggen? Kom op, meiden onder elkaar. Mijn god, Tatjana! Kan jij met die twee waterbedden onder je kin nou aan helemaal niets anders denken dan aan seks? Seks? Hoe bedoel je? Of ze witte voetzolen hebben, bedoel ik. Oh. Mevrouw van Nieuwenhoven, goed dat ik u hier tref. Ik heb uw expertise nodig. Wat wilt u weten? Ik wil een reportage maken over ouderen die zichzelf verwaarlozen. Oh, wat goed dat u daar aandacht aan besteedt. Dit onderwerp is duidelijk onderbelicht op de politieke agenda. Ik heb zoveel ellende gezien. Ze kleden zich slecht, koken niet meer voor zichzelf. Of wassen zichzelf niet meer. Ah, wanneer kunnen we bij u terecht? Wat? Hier, pak aan, flapdrol. Maar Jan, een personality tijdschrift gebaseerd op iemand die geen persoonlijkheid heeft. Nou. Van iemand die tientallen mensen het huwelijk heeft ingeschopt. Nou. Omdat het alles totaal romantisch zijn zolte. Terwijl ze lachend zelf de stekker eruit heeft getrokken. Zo werkt het juist wel, Theo. Ik bedoel, jij verzint voor jezelf toch ook iets antisemitisch... zodat je weer eens ergens niet naar binnen mag? Ach. Toch de normaalste zaak van de wereld? Ik doe dat zelf op contractbasis. Ik kan zo 100 vrouwen noemen die een tijdschrift naar zich kunnen laten noemen. Heertje Ali. Eerste nummer, niet Betali. Daphne Dekkers. Vroeger iets lekkers. Ja. Maar een wandelend breipatroon, Jan. Geef je toch geen eigen tijdschrift? Fuck, Jan. Ze beantwoordt mijn telefoontjes niet. Mijn brieven. Geen reacties op mijn cadeautjes. Zeg, Goch, je bent toch niet verliefd? Ja, glazen in je graf uitgezaaid, RTL van Zwel. Met die hele foute leesportefeuille wijsheid van je. Ach ja, het is weer gezellig. Ga jij nog naar Rotterdam, naar het filmfestival? Jazeker, dat wil ik niet missen. Oh, komen er goede films dan? Nee, ik heb gehoord dat Tatjana iets heel spannends aantrekt. Oh. Wat een gezellig café, hè, Ayaan? Oh. Vind je het niet gezellig? Ik vind het hier heel gezellig. Dat sluitingstijdenbeleid is toch een lachertje. Mm. Er was aan de kroketten, de bitterballen, het kaasplankje en de jonge klaren. Nee hoor, vlammetjes, shawarma rollen en pina colada's. Die Nederlanders laten zich gewoon de les lezen. Je kunt er toch maar het beste van maken. Zit toch niet zo te mokken, dan is het best gezellig. Maar je bedoelt het natuurlijk niet zo, dat weet ik wel. Ah, ze eet met zijn handen. Balkenende is net een hondje. En dan die vrouwen hier. Ze zijn zo dom. Achterlijke cafécultuur. Ach, je hebt een slechte bui, dat is alles. Je vindt het wel gezellig. Hou eens op met je gezellig. Groningse knollenboer. Gezelligheid is typisch Nederlandse onzin. Meisje toch. Zeg, word u nou nooit eens boos? Ach, jawel hoor. Normaal had ik je lang met een pantoffel op je verwende kop getimmerd. Maar ik vind het al leuk genoeg dat je in mijn kauwgom bent gaan zitten. Dat jasje, waar heb je dat gekocht? In de PC Hof natuurlijk, bij O'Grady. Oh,
En dat rokje. Ook O'Grady? Uh-huh. Oké, dat wordt het dus. O'Grady? Je moet snel zijn, het is er uitverkoop. Maar ik weet niet of zij jouw maat nog hebben. Nou, dat hoeft ook niet. Ik zoek iets voor mijn moeder, die is jarig morgen. Nou, meid, gefeliciteerd alvast. Mijn moeder zei ook altijd, wie jong is, wordt ouder. En wie ouder is, heeft kinderen. En kinderen zijn het grootste goed dat een ouder jonger voelen doet. Dus, jonger dan een ouder is de oudere die jonger voelt dan... Nee. Dus ouder dan de jonger... Nee. Nou ja, geef er maar gewoon een dikke pakket van me. Het is hier gezellig.